Vandaag ga ik één van de vijf jongensdromen op mijn bucketlist afvinken. Ik wil al heel mijn leven zo graag eens met een echte vrachtwagen met oplegger een moeilijk manoeuvre doen. In je hoofd is zo'n vrachtwagen altijd van oh, we sturen met de vlam in de pijp, maar eigenlijk is dat een heel fijn ballet met 7 spiegels, achteruitrijcamera, allerlei signalen, dingen waar je rekening mee moet houden. Je mag niet vergeten, dat is 18 meter lang, geladen kan die boven de 40 ton zitten. Het was keileuk dat iemand mee kon krijgen, uw eerste dag met een nieuwe camion. Al een heel spektakel. Ik was al heel zenuwachtig van, al van gisterenavond. En ja, dat is gewoon een beetje reclame gemaakt voor het bedrijf. Allee, dat is ook mooi daarvan. Renault is wel bekend, al omdat wij hier op het bedrijf allemaal bijna Renaults hebben. Ik denk dat er geen slechte aankoop is. Kwaliteit, prijs. Hij ziet er heel schoon uit van binnen, in de twee zinnen van het woord. Hij is nog heel proper, maar vooral ook heel mooi afgewerkt. Vooral, wat een ruimte, wat een luxe in zo'n cabine. Dat is ook iets wat ik nog nooit van dichtbij had gezien. Het was echt een toffe dag en hij is knettergek. Hij is even gek als mij.